Welkom bij dit informatiefilmpje over Merlin. Ik ben Samantha en ik ga jullie vandaag iets meer vertellen over Merlin. Wat is het en wat kan het voor u als patiënt betekenen? In dit filmpje ga ik eerst iets vertellen over wat een beroerte is. Waardoor wordt het veroorzaakt en wat zijn de gevolgen ervan? Daarna ga ik het hebben over huidige vormen van therapie en nieuwe vormen van therapie. Daarna zoomen we verder in op Merlin. Wat is het en wat kan het voor u als patiënt betekenen? We sluiten af met de resultaten van de Merlin-studie. Wat veroorzaakt een beroerte? Een beroerte, oftewel cerebrovasculair accident, afgekort CVA, betekent letterlijk een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. En het kan twee oorzaken hebben. De eerste oorzaak is dat een propje het bloed tegenhoudt, waardoor een gedeelte van de hersenen geen bloed meer krijgt. Een tweede oorzaak is dat er een bloedvat scheurt, waardoor er bloed in de hersenen stroomt. Welke problemen zijn er na een beroerte? Nou, dat zijn er nogal wat, want het is niet niks wat in die bovenkamer is gebeurd. Patiënten kunnen moeite hebben met spraak, oftewel met praten. Ook kan er spasticiteit ontstaan. Dat betekent een verhoogde spanning in de spieren, waardoor het moeilijker wordt om te bewegen. Er kunnen problemen zijn met het zicht, met de ogen, of met emotie, veel wisselingen in emotie. Daarnaast kunnen er problemen in cognitie zijn. Dat is het denken, het waarnemen en begrijpen van de wereld. En als laatst hebben veel patiënten een halfzijdige verlamming. Dat betekent dat een deel van het lichaam niet meer goed meedoet. En daar gaan we het vandaag over hebben. Patiënten krijgen fysiotherapie en ergotherapie om opnieuw te leren hoe ze het lichaam moeten bewegen. Hierbij is het doel om zo snel mogelijk zelfstandig te zijn. Belangrijk is hierbij om intensief te trainen, maar dat is lastig, want er is maar een beperkt aantal therapeuten beschikbaar. Hiervoor zijn nieuwe therapieën bedacht. Er is dan minder tijd van de therapeut nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan virtual reality. Je waant je dan even in een andere wereld. U zit bij uzelf thuis, terwijl u eigenlijk gewoon in de therapiezaal bent. Een andere vorm is met robotische apparaten. Hierbij kan bijvoorbeeld een motor zijn, zodat de arm voor u wordt bewogen. Ook zijn er apparaten waarbij geen motor is, maar dat het wel makkelijker wordt gemaakt om de arm te bewegen. En zo komen we op Merlin. Merlin behoort tot de laatste categorie. Het heeft dus geen motor en u moet zelf de arm bewegen. Het wordt u wel makkelijker gemaakt. De onderarm rust in de onderarmsteun, waardoor u niet het gewicht van de arm zelf hoeft te tillen. De hand grijpt in de handsteun. Verder komt er een computer bij, waar de spellen op staan. En een placemat, waar het apparaat overheen wordt bewogen. Laten we eens gaan kijken hoe dat er in het echt uitziet. Ik zie je zo! Merlin is makkelijk te transporteren. Laten we kijken hoe snel we Merlin kunnen opzetten bij de patiënt thuis. Het speelveld wordt op tafel gelegd en vastgeplakt zodat het niet verschuift. Het speelveld is groot genoeg dat het niet uitmaakt of de patiënt met links of met rechts moet trainen. Dan zetten we de laptophouder vast op de tafel. Door de laptophouder komt de laptop op ooghoogte van de patiënt te staan. Het apparaat, de arm assist, zit veilig opgeborgen in een stevige koffer. Hierdoor kan het apparaat niet beschadigd raken tijdens het vervoeren. De linker- en rechterhandsteun zijn eenvoudig te verwisselen. Merlin staat nu klaar voor gebruik. Nu kunnen we Merlin training gaan starten. Eerst moeten we de arm in het apparaat leggen. De onderarm gaat in de onderarmsteun en de hand in de handsteun. Dan maken we de banden vast, zodat de onderarm goed op de juiste plek blijft liggen. Met het apparaat kunnen we verschillende bewegingen uitvoeren. We kunnen bijvoorbeeld over de tafel bewegen. We kunnen grijpen met de vingers.
Hoe kunnen we tillen? Hiermee trainen we de kracht van de arm. Als laatst kunnen we de pols roteren. En hiermee gaan we een spelletje spelen. Nu kunnen we Merlin starten. We zien dat er spelletjes klaarstaan om vandaag te spelen. Ook kunnen we de berichten bekijken die gestuurd worden tussen therapeut en patiënt. Ook kunnen we de vooruitgang zien. Hier kunnen we zien welke spellen de afgelopen periode zijn gespeeld en de score die gehaald is. Laten we starten met het spelen van een spelletje. Nu kunnen we bijvoorbeeld een memory spelletje spelen. Ik grijp met de hand om het kaartje om te draaien. En probeer een matchende set te vinden. Ja, dat is er één! In dit spelletje moeten we in verschillende richtingen bewegen, om zo het plaatje zichtbaar te maken. Hiermee train ik de reikwijdte van mijn arm. En op deze manier kunt u thuis de arm trainen met Merlin door middel van leuke spelletjes. Met Merlin kunt u verschillende spellen spelen, bijvoorbeeld een puzzel of een geheugenspel. Of een boodschappenspel, waarbij u de boodschappen in het karretje moet stoppen. Of een kaartspelletje. Wat zijn de voordelen van Merlin? Het grootste voordeel is dat u thuis traint. Dus u hoeft niet de deur uit. U kunt zelf beslissen hoe lang u het wilt trainen en wanneer u wilt trainen. Uiteraard wordt een advies gegeven hoe lang u moet trainen om verbetering te merken. Maar u kunt zelf beslissen of u dit in één keer achter elkaar doet of in kleine stukjes opdeelt. Daarnaast traint u alleen, maar de therapeut kijkt wel mee. Hij zal met u uw vooruitgang bespreken. U kunt zelf ook uw vooruitgang bekijken. Dit kan heel motiverend werken. Daarnaast zijn de spellen leuk en uitdagend. Wanneer kunt u Merlin gebruiken? Helaas is niet iedereen geschikt voor training met Merlin. Een fysiotherapiepraktijk of revalidatiecentrum zal Merlin kopen en aan u uitlenen. De therapeut zal bepalen of u geschikt bent voor deze training. Er zijn namelijk een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen. U moet bijvoorbeeld de vingers kunnen strekken en een beetje beweging hebben in de arm. En daarnaast moet u ook een plekje kunnen hebben om thuis te trainen en internet. Maar als u deze video kijkt, zit dat wel goed. En tot slot laten we nog graag de resultaten van de Merlin-studie zien. In deze studie deden er 14 mannen mee. En 7 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. 13 patiënten hadden een verlangen aan de linkerzijde en 8 patiënten aan de rechterzijde. Hiervan deden 12 patiënten mee in Nederland en deze patiënten trainen voor 6 weken met Merlin in de thuissituatie. Uit de resultaten van de studie konden we een aantal conclusies trekken. De patiënt vond het heel erg fijn als ze thuis konden trainen. Hierdoor konden ze zelf bepalen wanneer training voor hun goed uitkwam. Alle patiënten gingen vooruit in armfunctie. Dit merkte zij in het dagelijks leven door minder vochtophoping in de hand, meer bewegelijkheid in de pols of meer beweging in de schouder. Patiënten vonden de spellen leuk en uitdagend. Al was er wel weinig variatie in spellen. Dit zouden ze graag nog verbeterd zien. Merlin was simpel en eenvoudig te begrijpen. Na een training van 1 uur konden de meeste patiënten zelf meteen aan de slag. Toen we het apparaat gingen ophalen na 6 weken, zeiden de meeste mensen dat ze het nog wel wat langer hadden willen houden. Dit laat wel zien dat patiënten het erg leuk vonden om met Merlin te trainen. Verder kregen patiënten dus veel meer training dan ze anders zouden hebben gekregen in de reguliere zorg. Meer training is bekend dat het zorgt voor een betere armfunctie. En dat hebben we in deze studie ook laten zien. Een enig minpunt wat nog is genoemd, is dat het apparaat vrij groot was en daardoor voor sommige patiënten niet heel comfortabel.
Kortom, Merlin was een groot succes. Hartelijk bedankt voor het kijken naar dit informatieve filmpje over Merlin. Tot ziens!